Het is zondagochtend in Noordwijk. En Martien en Maxime zijn vandaag aan de beurt om het ontbijt te verzorgen. Met als extra uitdaging dat ze zelf de broodjes moeten afbakken, omdat de bakker op zondag niet aan huis levert. Hij staat op rood. Zal dat warm zijn? Nee, dan moet hij zeker eerst op groen. Nee, laten we nog maar heel even. Nee, wacht even. Maar dit is toch allemaal vies? Zij zegt, we leggen dit klaar voor de volgende ochtend. Hier zitten nog allemaal eierresten in. Die is vuil, die moet weg. Hier staat een nieuwe. Kijk, onderkantje alleen pakken. Dat zijn helemaal uitgemeten, is dat blad. Dus dat blad, dit is allemaal over. Dat blad moet straks deze kant op. Okay. Martien heeft alles onder controle. Dus kan er niets meer misgaan. Of toch wel? Niks aan de hand. Oh, mijn moeder zit net op de wc. Ik zet het al langer vast aan. Ja, ik weet niet hoe je dat moet doen. Ja, nou, hoe moet dat? Goedemorgen. Start ontruiming. Nou, nee. Nog even en de gasten rennen allemaal in hun ondergoed de straat op. De enige die dat nog kan voorkomen is Erika. Ontruiming, dat is nu wat er knippert. Herstel. Ja, fuck. Oh, hij doet het. Ja. Zal de brandweer toch niet komen nu? Nee, anders wordt mama wel gebeld. De broodjes moeten nog steeds afgebakken worden. Maar Martien wil niet het risico lopen dat het brandalarm opnieuw gaat loeien. En daarom legt hij de rookmelder vakkundig het zwijgen op. Zal ik het aandurven? Niks meer kort en heet doen. Dat is voor de eerste keer en de laatste keer kort en heet. Het is zondagmorgen. Die mensen willen misschien even uitslapen. We komen Maxime en Martien Meiland aan met een geluid van hier tot Tokio. Jij schrok ook zo erg. Ja, vind je het gek? Dat ding dat ik stond hier en dit ding zit hier. Ik ben blij dat het rode kapje eroverheen zit, het rood kapje. Oh. Ik kan jou nog nadoen. Weet je hoe jij deed? Nee, niet doen. Helemaal zo. Ja. Oh ja, dat heb ik. Ja, dan sta ik helemaal in de paniek stand. Holy shit. Ik dacht dat hij gaat alleen nog maar hier af. Nou, ik ben blij dat jij erbij bent en niet mama. Ja. Nou, ik denk dat iedereen straks bij het ontbijt aanschuift, want iedereen is toch al wakker. Ja. Weet je, het heeft geen nut meer. En dat is leuk, want dan hebben ze een lekkere lange zondag. En een verhaal om thuis te vertellen. Snel. Open, ik doe dit eronder. En schuiven. Open de ding. Ja, zo, top. Go. Ja, kom op, pap. Je kan het. Het is top. Maar bij een Frans ontbijt horen natuurlijk ook croissants. Dicht. Fermé. En aan. Oké. Kort en heet. Oh, dit doe ik pas naar binnen. Even het mes erbij met die mooie doek. Ja. Het is toch anders deze ochtend dan wat ik had verwacht. Een stuk lawaaieriger vooral. En daardoor zijn de gasten ook vroeger beneden. Goedemorgen. Ja, we moesten even aan de koffie naar die schuur. Nee. Is het nou, weet je wat er gebeurde? Wacht, de eieren moeten eruit. Eén moment. Maxime, de eieren moeten eruit. Dan moet je even afgieten en dan en 2 minuten koud water erop. Wacht. Ja. Ik pak dat ding. Ik doe hem hieronder. Ja, kom maar. Oké, let's go. Ja. Oké, top. Ja. Oh, dit moet eerst allemaal die kant op. Hoezo? Nee, doe het erop. Au. Wat is het allemaal heet, joh? Waarom? Waarom? Oh, deze is helemaal raar gaan doen. Kijk. Oh, dat kan niet. Nee. Oh, deze ook. Nee, die kan allemaal. Nee, dat kan niet op de bodem. Oh, nee. Doe dicht. Allemaal rook. Ja, die croissants die op de bodem geplaatst waren, die zijn helemaal op die bodem gaan. Ja, hoe heet dat? Verbranden. Oh. Zeer zeker. Wat een giller dat het alarm afging. Nou,
vreselijk. Stond te trillen. Zij weet niet wat voor impact dat op een mens heeft. Als je daaronder staat en dat gaat af. En dat is dan van de ene seconde op de andere. Ja, het stond helemaal te trillen. Nou, zal ze wel weer zeggen, oh, ben je toch een aansteller? Nou ja, dan mag gaan. Nou, wacht eventjes. Croissants zijn er nu. Nou, maar dan hebben we alles nu volgens mij. Ja. Oh, wat is een drama. Goedemorgen. 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 Nou, welkom in het brandalarm pension. Wat erg, hè. Goedemorgen allemaal. Hallo. Schrok je niet? Helemaal in paniek. Ja, wat een leuk. We hadden eigenlijk al een attractie verwacht. Ik wil het allemaal mee. Vreselijk. Vreselijk. Daar hebben we van geleerd. Dat, dit gebeurt één keer, nooit meer. Ja, nou ja, weet je wat het is? Het is een hele oude keuken ook. Dus wij gaan op een gegeven moment, zegt Erika, die keuken ook vervangen. Want ja, ja. En het is een inbouwoven, maar hij staat dus zeg maar los op de koelkast. Het ja. is allemaal een beetje rommelig daar. Ja, weet ja je? Achter de coulissen is het nog niet wat voor de coulissen is. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Het maakt wel goed eruit. Oh nou, ja, nou, 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 nou dan kwam mijn zondagmorgen niet meer stuk. Ondertussen wordt er al hard gewerkt aan het opknappen van het achterhuis. Daar slaapt Martien nu, terwijl gezocht wordt naar iemand die als beheerder in het pension wil wonen. Zodra die persoon gevonden is, kan Martien weer thuis slapen. Ja, ik denk nog 3 weken. Ja, derde week juni, dan hopen we dat ze klaar is. Ze zijn nu met de gang bezig, helemaal aan het stukken, helemaal. En dan, ze hebben die kast van mij in de mijn slaapkamer, die hebben ze al helemaal die wastafel afgehaald. Dus ik moest gisteravond hier mijn tanden poetsen in plaats van in mijn slaapkamer. Ja. Ja, ja. Ja, nou ja, het zij zo. Het is niet anders. Ja. Ik kan er niets aan veranderen. Nee. Wilde jij eigenlijk dat stuksel, wat hij nou aan het doen is, wil jij dat helemaal glad? Of zeg ik wil ook een beetje grot achter? Nee, het is wel glad. Glad. Oh. Maar we kunnen het altijd later. Ja, als je het met die verf doet, bedoel jij? Wacht even, we lopen even naar hem toe. Maar hij spreekt alleen andere taal. Kijk, zo vind ik het eigenlijk. Oh ja, zo is het leuk. Ja, ja, ja. Ja. Zo is het leuk. Witek. Ja. Kijk, zoals dit. We like it. Ja? We like it, because we do it like there in the, it's the same. Decoratief. Yes, yes, with kijk, gold. Dit is nog een gat. Oh. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Moet dat gevuld of niet? Ja, dit moet toch een beetje gevuld. Een klein beetje nog hier, maar dit is allemaal top. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. Dit is like een krot. Not the stripes. But like this. This is great. This is nice. Perfect. Oh, did the firmer. Yeah. Ja. This is nice. Yeah. Yeah. So you can go home early. Ja. De stucadoor vindt het allemaal prima. Wie betaalt, bepaalt. De familie heeft interieurverzorgster Melissa op de koffie gevraagd om iets belangrijks met haar te bespreken. Nou ja, de vraag is dus, er moet dus iemand in het pension wonen, dat weet je, vandaar dat Martin hier nu slaapt. En omdat jij van de week aangaf, ja, ik woon heel klein, ik zou wel ergens anders willen wonen. Wilden wij eigenlijk vragen, zou jij hier willen wonen als wij het leuk opknappen? Ja, op zich wel, maar ik had zelf ook een beetje vragen van, ik weet natuurlijk niet hoe dat allemaal verder zit en zo. Ik bedoel, ik weet ook niet hoeveel ik moet betalen, dan kan ik mijn studio blijven bouwen of... Ik moet wel een beetje een soort van, ja, het is wel fijn als ik een beetje een soort zekerheid dan heb. Eigenlijk. Ja, maar ik denk dat je dan over zou gaan hierheen. Ja, dat dacht ik dus ook inderdaad. Ja. Want kijk, je hebt hier dus zeg maar dit. Nou, dan heb je straks natuurlijk de tuin. De keuken willen we dan opknappen. En de bijkeuken, dat dat gewoon netjes wordt, weet je wel. De badkamer wordt opgeknapt. De wc, ik weet niet of je het gezien hebt, die is al klaar. Ja, het is heel mooi geworden. Zoiets wordt de badkamer dan ook. Nou ja, dan willen we het hier natuurlijk mooi schilderen en een gezellig behangetje of en zo. En dat als is jij... natuurlijk privé, hè, dan? Die wc en die... Ja, hoeveel meubels heb je? Nou, zij moeten eerst even over nadenken. Ja, sorry, ik ga veel te snel. Nee, zeg maar wat je Jij gaat veel te snel.